Veel Charleroi. Het was vooral Standard dat de wedstrijd boeiend maakte en verdiend won met 2-0. Want Charleroi kwam er nauwelijks aan te pas gisteren op Sclessin. Opvallende figuur was scheidsrechter Ancion. En Chris Picavet brengt u op de hoogte. Om Europees te spelen heeft Standard de punten hard nodig en het trekt onmiddellijk in de aanval. Rischkov op rechts en Gosens op de paal. Tweede minuut was dat. Standard greep Charleroi naar de keel in die beginfase. Asselman controleert de pas van Schepens, maar Goulias gooit zich voor de bal. De kansen bleven voor Standard in die eerste helft. Voorzet van Leonard, Gosens naar Asselman, maar nipt naast. Asselman erg gretig, maar geen geluk. En het geluk lijkt Standard volledig in de steek te laten in de tweede helft. Kroes tikt Jacquemart aan. Kroes krijgt geel, maar Genot reageert wild. En scheidsrechter Ancion stuurt Genot van het veld. Scheidsrechter Ancion eist de hoofdrol op in deze partij. Want even later bestraft hij dit met een strafschop. Moury leunt tegen Gosens en die gaat makkelijk neer. Als toetje krijgt Moury een rode kaart bovenop. Kroes zet de penalty om, zijn zesde en als tip voor de doelmannen ook de zesde keer in dezelfde hoek. Standaard opnieuw gelanceerd. Rischkov slalomt door de Charleroi-defensie. Enkel doelman Goulias is bij de zaak. En ook als Wilmots kopt, demonstreert hij zijn vorm. Maar in de allerlaatste minuut moet hij toch nog een tweede doelpunt toestaan. Wilmots presenteert de kans aan Gosens en die scoort 2-0, verdient maar toch een beetje een wrange nasmaak.